Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Welkom bij de eerste uitzending van Bekiek het Mer. En dat kan ze natuurlijk tweeledig uitleggen, Bekiek het Mer. Of Bekiek het Mer, want we gaan het hebben over algemene zaken, interessante zaken. Zaken die mij ook inspireren misschien. Maar vandaag weet ik zeker dat we een hele inspirerende toffel hebben. Want we gaan het hebben over het trouwen. Het trouwseizoen is natuurlijk al een beetje gelopen. We gaan nu stilkens aan een beetje richting winter. Maar ook toch komen broeloften voor, toch Mandy? Zeker weten. Want ja. Stel zich even voor. Ja, ik ben Mandy Meijs. Ik ben weddingplanner van Fabulous Weddings. Ook wel bekend als FBLS Weddings. En ik mag zelfs nog wel een aantal broeloften doen het komend seizoen. Dus ja. Fijn. En dus is wel dat dat ook weer een beetje een opmars is. Een winterbroelof, wie ze dat zo schoon zeggen. Ja, winterbroeloften is helemaal in natuurlijk. Hè? En er zitten natuurlijk ook heel veel voordelen aan. En een slecht weerscenario hoeft ze ook niet te bedenken. Ja, want in principe trouwens natuurlijk altijd binnen. Ja, en ik vind het zelf ook altijd wel lekker en knus en intiem. Dus, Leon, Evers. Ja. Wie geldt dat? Agnes, Steinen. Nou, Leon heeft mij 42 jaar geleden getrouwd. Dus ik ben wel een heel mooi visitekaartje, denk ik, voor dit onderwerp. Maar als er iemand mocht spreken van recht van spreken heeft op alle fronten, dan is Leon Evers het wel. Dank voor het compliment. Buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Rummen. Wat wil dat nu zeggen, Leon? Kortweg gezegd Babs, hè? Maar de Hertz Leon niet Babs. Maar... Nee, dat klopt. Ja, ik ben niet zo voor dat woord boetegewoon. Want wat is nou zo boetegewoon en was toch eigenlijk helemaal... Nou ja, eigenlijk is het gewoon bijzonder ambtenaar. Ja, nou ja, goed. Er is een onderscheid tussen de ambtenaar van de burgerstand en de buitengewone ambtenaar van de burgerstand. De ene die moog ook geboortes inschrijven. De vanheidersakte, maar echtscheidingsakte inschrijven. Gewoon allemaal gedaan. En de buitengewone ambtenaar van de burgerstand moet alleen huwelijken sluiten. Partnerschappen registreren. Omzettingen doen. Dat is eigenlijk het verschil. Wanneer Leon Hupstig die eerste huwelijk mogen voltrekken? 17 december 1971 was mijn zuster. En nu ben je bezig aan de vierde generatie? Ja, zo gaat. Je hebt de grootouders in de trouwzaal, de elders in de trouwzaal, de broedspaar zelf in de trouwzaal. Dat is wel leuk hoor. Ja. Zeker, maar heel bijzonder aan dich is ook dat stuk alles van recht werd, omtrent dat burgerlijke stand gebeuren. We doen ons best. We doen ons best. Jacqueline zit neven Leon, Jacqueline Trip. Ook Babs, maar ook commerciële Babs. Ja. Kunt ze me even uitleggen wat het verschil is tussen een... In Nederland, hè. Sorry. Het verschil is een gemeentelijke Babs is die alleen maar voor de gemeente huwelijk vertrekt. En dat is het dan. Het kan ook op locatie zijn, in de raadzaal. En een commerciële babs is iemand die er dan ja, een hele grote, eigenlijk een, ja, een hele grote ceremonie van maakt. Met alle toeters en bellen die een bruidspaar kan bedenken, wat ik ook bedenk. Dus het is heel kort door de bocht als ik dat zo vertel. Mm-hmm. Want dan denk ik, van als je een gemeentelijk huwelijk sluit, dan ben je toch ook je eigen visitekaartje. Dus dan doe je toch ook stinkend je best. Altijd. 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 Heel goed. Ja, absoluut. Kan ja. Sandra dat beamen? Sandra als voorzitter van de Babse Vereniging Limburg. Ja, dankjewel Agnes. Ik wil ook heel even vermelden dat ik ook Abs en Babs ben. Bij de gemeente Bezel en Babs bij de gemeente Leudel. En ja, wat Jacqueline zei, dat kan ik wel beamen. Alleen ik ben niet commercieel Babs. Maar ik doe in alle toeters en bellen gewoon echt alles uit de kast voor alle gemeentelijke huwelijken. Want ja, die hebben eigenlijk echt, ja, dat heet echt mijn voorkeur. Dus mijn voorkeur eigenlijk alleen maar gemeentelijk. Maar ja, we maken het eigenlijk niet. Het doet het ander niet hoe, dan zijn het toch allemaal een soort van collega's van elkaar. Zeker. Ja, ik kan zeker. Geen verschil hoe denken tussen een commerciële babs en een gewone babs. Nee. We doen allemaal ons best. We zijn ik allemaal wel. Bezig. Proberen het huwelijk zo goed mogelijk te sluiten. Ja. We geven de broedspaar de gelegenheid. Om er inbreng te doen, om te vertellen wie had het geer gehad. Ja, de enige wat ik niet doe, is ik gewoon ook niet op een buffet staan. Of
Ik doe geen dansje, hè. Dus bedoel, wat dat betreft... Nog net niet, Leo. Ja, bij hoeft dat vuur. Dat doe ik wel. Ja, dat is heel mooi. Laat vooral doen, maar ja, dat doet dus niet. Maar Broedspaar kreeg ook bij de gemeentelijke babs. Ik weet niet of er wat dat voor woorden, maar goed. Die kreeg even goed de gelegenheid om zo leuk mogelijke huwelijkssluiting te hebben. Als bij anderen ook weer. Ik zie er geen onderscheid in. Mandy, wie is dat voor dich? Sluit zich nu meer huwelijken? Of ja, die sluit ze niet af, maar... Die collega's op de dag zijn dat dan meer gemeentelijke of commerciële babsen? Als ik dat zo mocht zeggen qua termen. Ja, het is heel verschillend en heel gemengd natuurlijk. Het hangt heel erg af van wat het broedspaar wil, wat het broedspaar eerder had gezien. En ook wat ze ervoor uit willen geven natuurlijk. Mm-hmm. Maar er zit ook wel gewoon een hele grote... Ja, hoe moet ik dat zeggen, Jacqueline? De voorbereiding en de uitvoering is een heel groot verschil. Ja, en ik denk dat broedsparen dat bijna niet beseffen. En het is een ceremonieel huwelijk en een gemeentelijk huwelijk is voor broedsparen heel weinig verschillend. Mensen dat denken ze. Mm-hmm. En als ik hier nu al een beetje gesproken heb met de Leon Torval, dan zien ze dus gewoon dat dat dus toch heel anders in elkaar zit. Ja. En ik denk dat dat inderdaad wel... goed is om eens te laten zien aan broedsparen wie dat nu in elkaar zit en wat het verschil is. Ja, de enige manier om erachter te komen is naar bruidsbeurzen te gaan. En ik denk dat je allemaal met die intentie te werk gaat, of ze nu commercieel of voor een gemeentelijk, ik wil de term nu ook niet meer gebruiken, je gaat ervoor met hart en ziel. Zo is het. Moet ik wel aanvullen bij de huwelijken die ik naast mijn gemeentelijke huwelijk doe. Dus een gemeentelijk huwelijk heb ik pak een beet 4 uur te voorbereiden en uitvoeren. Alles. En bij een commerciële huwelijk heb ik minstens 15 tot 25 uur. Qua voorbereiding, soms al 2 jaar van ze horen dat ik bezig ben met een bruidspaar. Dan zijn we helemaal in kijken, wat willen jullie? En ze willen vaak meer dan dat je binnen die 4 uur kunt. En dan kunnen ze bij mij terecht. Ze kunnen gemeentelijk, commercieel, alles even lief met mijn naam. Maar het is echt de voorbereidingstijd en de uitvoering minstens 1,5 uur wat een bruidspaar heeft. Mm-hmm. Dat moet je ervoor staan, want je zegt van je kunt je geen verschil bedenken. Dat is het verschil. Misschien ben je dan bij... een generatie bruidsparen. Als je in het stadhuis trouwt, Leon, dan ben je gebonden aan natuurlijk de tijd die de gemeente ervoor inruimt. En dat is misschien dan in dat geval minder zo. Kijk, een trouwerie besteedt feitelijk hoe het jouw wordt. Hè? Dat is het juridisch punt. Hè? En daar moet het om gaan. En dat andere, ja, dat is toch meer een toneelspel, zou ik het bijna willen noemen. Hè? Want er wordt dan feitelijk geen huwelijk gesloten. Hè? We doen maar een mooi verhaal. Ieder bruidspaar moet het doen wie ze het zelf willen. Mm-hmm. Maar er wordt geen trouwerie gedaan. Mm-hmm. Er wordt er alleen een feest gegeven. En daarbij komt dus een bepaald moment hoe dat dan, ja, laten we zomaar zeggen... iets wat lijkt op een trouwerie. Mm-hmm. Maar dat kunnen ze ook aan doen, hè? Ja, natuurlijk, absoluut, aan. Zeker. Okay. Natuurlijk. Nou, ik heb hier veel met je feitelijkheden die ik tot nu toe heb gehoord. Daar staat bijvoorbeeld hele leuke dingen in. De zomermaanden zijn natuurlijk achter de rug. Iedereen is gezellig op vakantie gewoon. Misschien hebben ze met z'n tweeën heel erg close in een tentje gezet. Bevordert dat de romantiek? Nee, want hier staat dus, na de vakantie ziet man dat er heel veel relatiebreuken en scheidingen zijn. Okay. Wij mogen daarop laten antwoorden. Is dat voor een issue? Man, die Christen in een keer nog het tentje afmeldingen? Nou nee, ja, je moet wel lachen, want ik heb het helaas wel 2 jaar geleden een keer meegemaakt. Ja. Maar meestal is het dus omgedreend dat we juist na de vakanties mega veel aanvragen kregen. En dat het alleen maar verlovingsaanzoeken op de mooiste paradijselijke plekjes is natuurlijk. Ja. Mm. Dus voor ons is nu het volgende seizoen is eigenlijk alweer bijna aan. Ja. Ja. Ja, zeker. En Leon, wie ligt het in... De gemeente Rumeng, is het dan zo dat het voor de zomer drukker is als na de zomer? Of, Nou ja, dat is natuurlijk periodes dat het echt druk is. Hè. Dat is, begint in mei tot en met september. Dat is eigenlijk de hoogtepunt. Nou, dan rond kerstmis weer. Hè. En dan zakt het beetje af, januari, februari, gaat minder. Maar dan loopt het weer langzaamaan. Dus dat is eigenlijk de goed weer is, dan zijn de meeste huwelijken. Ja, nou nog het feitjes die hier op...
75% van de koppels zijn hartstikke welkom. Zijn kinderwacht hartstikke welkom op de broelof? Wie is dat uw ervaring, Sandra? Als tegen een huwelijk voltrekt, vindt ze het oké dat er kinderen bij zijn? Oh ja, die vind ik helemaal prima. Ja. Als dat bij broedspaar past, vind ik dat helemaal prima. Het is wel ook regelmatig dat er broedsparen zijn die op uitnodiging hebben gezakt van... Ja, ik zou het heel fijn vinden als ik een oppas regel voor de kinderen. Nou, dat is ook prima. Nee, ik pas me helemaal aan en voor u als ambtenaar maakt dat niet. helemaal niks. Nee, ik weet het wel keer van tevoren, want ik hoor er geen rekening met. Ja. Dat is wel heel fijn. Ja. Maar ja, dat gaat eigenlijk allemaal een beetje ook achteraf. En ik weet niet of hier ook nog een stichting correlatie eraan plakt. Of is het de huwelijk voltrekken garantie tot aan de deur? Want hier staat bijvoorbeeld 20% had achteraf leveren een familielid niet op de broeloft gehad. Leon, kan ik dit misschien vragen? Wie verregeet de bevoegdheid van Babs? Stel dat ze een huwelijk voltrekt en de mensen zijn ooit al eens getrouwd geweest. Stel ik voor de kunt voor. Stel de kunt een heel lastige ex. Ja. Wat dan? Ja, nou, daar moet binnen, want het huwelijk is openbaar. Hè? Dus iedereen moet binnen, maar dan moet zich rustig gaan. Dus als het niet rustig geldt, zet ik een boete. Dus tegen best bevoegd? Ja, absoluut. Dan, ik moet de orde handhaven trouwens. Maar ik kan niet zeggen, dat mag niet komen. Broedspaar zegt van, sloot die deur af, dat mag er niet in. Ja, sorry, kan niet. Deur moet open blijven, iedereen moet in de nood kunnen lopen. Nou ja, lever niet uit, lever blijven. Ja. Maar ja, mijn vrouw is dan zo vervelend dat ze misschien vertrekken, maar dat kan geen anders. Maar iedereen is in principe toegelaten tot zijn trouwerie. En Mandy, je bent ook een beetje een ceremoniemeester, kan ik me voorstellen. Zijn er broedsparen die dichte opdracht hebben? Nou, Pietje, als hij komt, hij moest toch echt niet toelaten. Ja, zeker. En dat is ook gaat dat ze van tevoren natuurlijk met Babs of met degene die de ceremonie deed natuurlijk bespreekt. Want op het moment dat het dus om een gemeentelijke locatie is, dan weet ze dus het is openbaar en dat mag niet. Maar bij de ceremoniële huwelijken, dan hebben ze natuurlijk wel de mogelijkheid om dat te doen. Ja, en dan is het heel makkelijk om die deur toe te houden. Dat is dan ook weer een klein verschilletje. Ja. Sandra, doe als Abs ook die toegankelijkheid. Is dat dan ook als ik op een boot wil trouwen en ik wil echt bij de gemeente alle toeters en bellen met de actes officieel. Is dat dan zo dat zo'n boot aangemeerd moet liggen? Of mogen geen wilde wateren varen en daar het huwelijk laten voltrekken? Nee, dat moet wel op grondgebied van de gemeente. En dus sluis ik de spijker op de kop. Want ik heb zaterdag een huwelijk op een boot hier in de gemeente Wezel. Of Remuin, sorry, in de gemeente Remuin. Waar overigens twee ex-partners ook bij aanwezig zijn op een hele goede manier. Dus wat dat betreft vind ik het heel erg leuk dat wat je hier net zet ook weer een hele goede kant heeft. Dus, tuurlijk. Ja, de boot moet wel aangemeerd zijn, dus je moet trouwen op het grondgebied van de gemeente waar ze natuurlijk hebben aangemeld en waar de Babs ook eigenlijk aangewezen is en beëdigd is. Mm-hmm. En Leon, minder valide moeten ook. Wat zei ze? Minder valide mensen moeten ook toegang kunnen hebben. Ja, uiteindelijk natuurlijk wel, hè, want alles moet toegankelijk zijn. Alleen ja, als het bruidspaar zelf een locatie uitzoekt die niet toegankelijk is, ja. Mm-hmm. Maar officieel. Niemand is houden tot het onmogelijk. Oké. Maar kijk, wat gezegd werd, dat de boot, dat moet dus op het moment dat het jaar wordt uitgesproken. Op dat moment moet de boot toegankelijk zijn. Daarna mag ze gewoon rondvaren wie ze wil. Ze hebben zelf metgemaakt. Overal die Maasplassen, heel erg leuk. Dat vertel ik dan mijn vrouw. Maar op het moment dat er getrouwd wordt, dan heb ik al afgesproken. Eerst trouwen we, dan laten trossen los en varen maar. Okay. Geweldig. Ja, geweldig. Zo. Dus Sandra, die staat nog heel het leukste wachten, begrijp je? Jazeker. Ja. Over dat leuke gesproken, hè? Dan ben ik dan nu zo benieuwd naar. Kun je een situatie schetsen? Wat voor dich echt zo in het geheugen gegrift staat alsof het gisteren was, wat echt zo chic was. Lastig, wat ik selecteren, maar wat ik zelf erg leuk vond is, ik vroeg aan mijn broed, ja, waarom doe hem? Wat is er nu zo leuk aan? En toen zei ze, hij kniep zo leuk in een tube tandpasta. Geweldig. En dat wil ik natuurlijk zien. Dus ik ga je op de broelen van tube tandpasta bij me. En dat heb ik hem laten doen. En, dat vind ik leuk. Dat is leuk. Mandy, wie helpt dat voor dich? Want u bent ook in het buitenland.
Ja, boete, ik ben niet degene die veel naar Italië of naar Frankrijk of zo gaat. Ik ben juist eigenlijk, wat dat betreft, een weddingplanner die echt Limburg vertegenwoordigt. En dan zoek ik wel een beetje de grenzen op. Hè. Dus af en toe kan er een Ardennen of een Eifel of zo voorbij. Dat is hartstikke leuk. Ja, en als ze mij vragen, is het allermooiste moment. Dat vind ik gewoon heel lastig, want eigenlijk, voor mij is het altijd... Ik weet natuurlijk in soms een jaar, in de voorbereiding, echt gewoon broodspel naartoe leeft. Mm-hmm. En vaak zijn dat juist die momenten die dan door tot een resultaat komen. Soms is dat een ceremonie, soms is dat een openingsdans, maar soms kan dat ook een heel simpel, klein ding zijn onder hun twee, bijvoorbeeld een fotoshoot. Mm-hmm. Waarvan ik weet dat dat zo belangrijk voor ze is. En als dat dan goed gaat, dan is mijn dag op. Okay, en dat zijn echt momenten waar ik ver broedspaar op terugkeek. Dus dan ben je misschien net zo zenuwachtig als het broedspaar zelf. Ja, en dan weer nog heel gaat tranen geloten, moet ik zeggen. Oh, ja. En Jacqueline, voor jou? Ja, met die tranen gelaten, dat herken ik wel, ja. Het is wat voor mij het mooiste is, dat ik bij elke huwelijksvoltrekking het... de verbinding uitspreek, ook tussen het paar. En niet een toneelstuk. Het verhaal van een bruidspaar is nooit een toneelstuk. Dat is de pure, pure verbinding. En als ik dat terugzie in de ogen en in de gezichten van een bruidspaar, dat komt bij mij ook binnen. En dat vind ik het mooiste. Mm-hmm. Ja. Leon, Uti, wieveel hebben ze daar voltrokken? Werd het nog? Duizenden. Duizenden. Ja, kan wow. Niet zeggen hoeveel. Wow. Maar ieder bruidspaar is altijd even leuk. Hè? Ieder bruidspaar is weer nieuw. En het leukste bruidspaar is een bruidspaar was ze net op dat moment trouwd. Ja. Als ze me vroeg, wat vind je het allerleukste huwelijk? En dan vroeg die me dat genoeg eens. Mm. Dat is mijn eigen. Hè? Oh ja. Hey. Ja. Kom op. En ben je met dichter mal getrouwd? Bien de Vuurganger, Thij Haakmans. Oké, Bien de Haakmans. Ja. Ja, zeker. Ook ambtenaar. Ja, bekende in Roermond. Ja. Hè. Ja. Toen, in wie ik begon, waren er geen babs. Hè. Dat was alleen maar de ambtenaar bestand. Ja. Door de gemeente benoemd, maar die deed ook alles. Mm-hmm. Hè, ook de huwelijken sloot. Want dat is wel een essentieel verschil met toen, hè? Zeker. Ja. En is het ook zo dat over algemeen de tendens toch... vooral gericht is nu nog de persoonlijkheid die ze inbrengt in een huwelijk. Ja, dat denk ik wel. Kijk, het is verschoven. Hè. We hebben door in Limburg natuurlijk, dat gaat langer geduurd, maar feitelijk is de kerk weggevallen. Hè. Ja. En ja, daar moet natuurlijk wel iets voor in de plaats komen. Nou, dat zijn wie langer wie meer, die babsen geworden. Ze zijn er ingesprongen, zal ik maar zeggen. En die zorgen er nu voor dat dus dat hoogtepunt van de dag... Ja, wat vroeger in de kerk, hoe alles uit de kast wordt gehaald, hoe ze nu kleren verkocht, ze nummer op allemaal. Ja, ja dat is nu verschoven, nou dat moment dat het huwelijk wordt gesloten. Nou, leuk dat ze dat zei, want dat vormde een heel mooi bruggetje naar hetgeen wat ik hier ook nog even uitgeprint had. Want lieve mensen, wel, Limburgers vieren de grootste bruiloften van Nederland. Echt waar? Wat deed hij? Oké, ja. Is het zo? Het is nog een trouwonderzoek, hebben ze dat onderzocht. En de grote dag bleek in Nederland toch Limburgers de toon aan te geven. We maken er een feestje van. We maken er een Limburgs feestje van. Ja, nou ja, ik denk inderdaad dat het wel is. Het stukje, het Bourgondisch stukje. Ik heb zelf ook heel veel koppels die vanuit de Randstad, of in elk geval boven de rivieren, ook in Limburg komen trouwen. Hè? Dat is wat ik net zei, echt Limburg als focus. Maar juist dat stukje, de Bourgondische, de stuk fly, dat het feestje maken, dat is wat hun hierheen trekt. En ik denk dat dat wat vuur als Limburgers doen, ja, dat waar dus waar kan zijn. Ja. Dus dat is wel een goed, om het maar eens in goed Nederlands te zeggen, een selling point. Ja. Want Leon troost zich ook wel eens minst uit de Randstad. Oh, zeker. In het algemeen verschaft Nederlands. Uiteraard. Nee, ik doe het alleen in het Romeins op verzoek, hè. Okay. Standaard is gewoon Nederlands en ik vroeg dan aan de broedspaar, wil je dat in dialect hebben? Kijk, ik spreek geen Limburgs, ik spreek Romeins, dat is een verschil. Ja, en dus als ze, hoe ze ook vandaan komen uit Limburg, zeg als je het niet erg vindt dat ik het in het Romeins doe, dan heb ze het grapje natuurlijk al binnen. Ja. Maar vanmorgen nog waren ze uit Maastricht, hè? Dus dat is heel erg leuk, hè? Daar vertel ik er ook van. Het Veerhoofdstad waren en niet Maastricht, wel dat soort dingen. Maar het is even een beetje vlog, hè. Maar dan, ik vroeg gewoon van tevoren, wil ze het in het dialect of wil ze het in het Nederlands? Ja. Of in het Frans?
Of in het Duits. Ja. Of in het Nederlands. Er ook wel zo multiculti. Ja, ja. Laat ze in het kiergoed. Het kiergoed. En je bent eigenlijk... En daar ben je goed gekomen. Nee, ik ben goed gekomen. De broedhouw heeft wel alles in het kiergoed opgeschreven. En ik hou het kans zo. Ja. Ja. Janschen je maat. Janschen je maat. En Zandjo je zaad, wat? Oh, Zandjo je zaad, ja. Kijk, we passen ons ook wel. Ja, dat is heel natuurlijk. Ja. Allee, Sandra. Ik ken andere talen. Doe hebben ze toch wel in andere talen dan alleen Nederlands en Limburgs gedaan een huwelijk voltrokken? Ja, natuurlijk Limburgs heel veel. Ik moet zeggen, ik vroeg het ook altijd. Ja. Als ik dat in Limburgs in het Nederlands of een andere taal. Ik denk het grootste is eigenlijk zelfs wel Limburgs. Dat vind ik ook heel fijn. Dat ja, kan ook gemakkelijk in die eigen moederstaal. Nederlands uiteraard ook. Ja, andere talen, Engels, Duits. Als het nog andere talen zijn, ik heb pas iemand die wel met een Oekraïense vrouw trouwt. Ja, dan weet ik via mensen wel Oekraïense kreten en zinnetjes te bemachtigen die ik dan oefen. Of thuis, of net wat, ja, wat kump. Maar, en dat zijn dan eigenlijk maar kreten, hè, want ik kan er ook een heel veel rol in halen. Maar ik win feit met name en bied welkom. Als ze weet dat bijvoorbeeld een van zijn thuisse vriendinnen in de gasten en ik ken ze dan in die taal een welkom heten, dan voelde hij zich gezien en gehuurd. En dan, ja, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Maar Leon, de officiële voltrekking, moet die in het Nederlands? Ja, dat is een discussie. Ik zou zeggen van waal, want in de wetstijd was ze moest vragen. En dat staat er niet in het dialect. Nee. Dat staat er in het, maar als de bruidegom of de bruid Jozik of jazeker, of dat doen we en dan gaan we ervoor, of weet ik wat allemaal. Hè. Dat is prima. Hè. Ik bedoel, het antwoord moet bevestigend zijn. Oké. Maar ja. De vraag stel ik in het Nederlands. En als ze op verzoek ook in het Engels, of in het Duits, of in het Frans, als ze dat willen. Ik neem aan dat ze wel moeten begrijpen hoe ze Joost. Uiteraard. Want dat is het belangrijkste ervan. Nu dat... Moest de rijkwijde van de vraag begrijpen. Stel nu dat Geer als betrokkenen, nou betrokkenen bij het huwelijksvoltrekking, merkt van, nou ja, ik zal even een voorbeeld schetsen. Een broedegom is in de 80 en de bruid is in de 20. En meneer komt een beetje warrig over en zo. En de dingst, hij begreep niet wat ik vroeg. Wat moet er dan gebeuren? Nou, ik zou in ieder geval wel willen proberen om te vragen, om te vessen of er weer begreep. Kijk, want als er niet onder curatele staat, is er dus geen mogelijkheid om dat huwelijk te stuiten. Hè? Ja. Dus dat ga je door. Hè? Alleen, ik wil wel weten of er snapt wat ik vroeg. Mm-hmm, dat bedoel ik. En ja, dus er zal misschien iets meer voor nodig zijn als neemt u aan. Hè? Dus eventjes vragen van, wat bent u voor je woord? Heb je alles getwijfeld? Nou. Sander? Ja. Ik heb alles getwijfeld, ja. Maar dan ook inderdaad door inderdaad een paar vragen te stellen, kijken wie ze erop reageren. Of kijken wie ze zich aankijken. Hè, als ze iets over ze vertelt of het liefst vertelt, hè, kijken ze zich aan. Dan kent ze eigenlijk, ja, die lichaamstaal kent ze heel veel goed horen. Gelukkig heb ik niet heel veel hoeven twijfelen. Het is wel de creepen of abs. En het is natuurlijk eigenlijk ook wel een taak van de abs, hè, wie de melding voorgenomen huwelijk. Om door te kijken van, gebeurt het uw vrije wil? Ja, maar... En dan zuste dukker dat een stel door de balie komt en dat alleen de man of alleen de vrouw het woord uit. Mm-hmm. En dat ze dan gewoon even geest kijken, maar ik kan daar ook volgen. Want dat is een hele leuke, want we zitten natuurlijk in het tijdperk van de computer. Ja. Dit als apps, kent niet naar de andere kant in de hoeskamer kijken. Nee. Dus dat hele stukje van controle, ligt dat dan bij de trouwambtenaren? Ja, kennelijk wel. Kennelijk wel. Ik ben altijd tijdens het gesprek, ook al is dat via Zoom of WhatsApp, beeldbellen, altijd alert. Ja. Ik wil ze ook echt even zien. Ja. Dat als ik ze op de trouwdag zie, dat ze zijn wie ze zijn. Ja, ook dat. Ja. Maar er wordt altijd toch gekeken naar de legitimatie. Tuurlijk, moet. Okay. Iedere huwelijk moest gelegitimeerd worden. Althans, als die niet eerder het plaatsgevonden van die legitimatie is. Maar in persoon aangifte wordt gedaan, dan wordt de legitimatie met wie ze overigens nacht, of het in het trouwsel niet. Maar dat wil ze zelf even weten. Tenminste, als ze niet eerder gezien hebben, ze dus die akte. Ik wil wel even weten wie dat is. Ja, ja, precies. Ja. Het geldt natuurlijk ook voor de getuigen. Hè? Ja. Voor de getuigen. Want
als door stuit het Pietje getuige is en de kumpie hem is en dan gaat er zitten, dan weet ik nog steeds niet of het Pietje is. Nee, maar de kent zijn behalve dat Pietje is. Hij is niet verplicht om zich te legitimeren. Nee, maar... Nee, hij is niet verplicht om zich te legitimeren. Maar dan wil het hij wel. Hij een rommel? Nee, dat is... Want mij gaat het. Ik moet met, in Valkenburg moet ik met de foto die ik kiem. Van de ambtenaar vanaf, moet ik kijken of de getuige wat is in de president. Nee, dat hoeft niet. Nee, kijk, ja. De wet zei dat het bruidspaar dus de naam en de woonplaats, waarom dat is, en het adres moet opgeven. Helemaal geen geboortedatum of zien. Dan wil ze ook weten of er 18 of ouder is. Hè. Dus feitelijk hoeft ze alleen maar te controleren. Je zei dat Jan Jansen is, best hoe Jan Jansen? Ja, dat is eigenlijk voldoende. Weet ik wel dat voor allemaal even kijken of het ook allemaal klopt. Er is helemaal ook niks mis met, maar in principe is dat niet verplicht. Okay. Ik kon van tevoren ook altijd gewoon even kennismakers bij een huwelijk komen. Hè. Dan vroeg altijd, het broedspaar kent ze meestal vanwege het gesprek. Vroeg altijd, we hebben zien de getuigen en dan gewoon een hand geven. En dan, ja, ze vroeg van, we hebben zeker dan, wie als ze vanzelf of de goede naam is. Ja. Dus, op die manier of als je hoort van Sjors, maar Sjors, ja, dan weet je dat Sjors is. Nee, maar kijk, ik denk ook dat als ze, ik lees altijd een deel van die acte voor. Te laten zien wat erin staat. En ik neem ook de getuigen op. Hè. En als ik zeg, dat is Jan Jansen en dat is hem niet, zult het zaterdag wel zeggen, maar dat is Jan Jansen helemaal niet dat je erop zit. Dus dat is natuurlijk ook een controle. Hè. En op die manier kijk ze ook een beetje of dat het wel allemaal klopt met één. Maar ja, dat hebben ze ook vanmorgen nog wel eens de bruid voor met de twee getuigen. Verder niemand. Ja. Ja. Nou ja, het is in ieder geval een heel verantwoordelijke taak. Wat je allemaal doet, men die zorgt dan eigenlijk voor de randverschijnselen, kan ik dat zo zeggen. Dus daar hebben ze ook een heel koffer bij met spertie en pleisters. Kunt u wel. Ja, kruidvat niet hier. Ja, ik heb de koffer altijd mee, inderdaad. Ja. En dan ben ik voor alles, alle... Voor elk noodgeval ben ik voorzien, inderdaad. En zeker als het hebben ze wel Limburgse broelhoofden. Het zijn toch vaak de tuin en de versie van het Broenhof. Dat is een eigen tuin trouwen, tent omhoog, op een groepsaccommodatie of wat dan ook. Ja, daar kun je best wel veel verantwoordelijkheid bij kijken. Dus ik heb inderdaad ook een EHBO, BHV-cursus. Dus ja, tot in welke mate ben ik voor welke zaken verantwoordelijk? Dat is natuurlijk de vraag. Ja. Maar ja, in bepaalde mate als eventmanager noem ik het dan ook even. En Nederland als weddingplanner heb ik best een verantwoordelijkheid, ja. Ja. En als er geen weddingplanner of eventmanager is, dan heeft de Bab zo'n koffer waar alles in zit. Ja, met, zelfs nog naaierijen. Ja. En sluitspangen. Ja, of van alles. Hey, lieve mensen, wat denk je nu wat het belangrijkste is als de mensen dan eenmaal getrouwd zijn? Ik heb hier namelijk een heel leuk feitje voor me liggen. Maar Leon, wat denk je wat het belangrijkste is? Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Dat is toch voor ieder bruidspaar zelf, maar ik denk dat ze leven nog lang en gelukkig. Is dat niet altijd het sprookje? Ja, weet niet. Zou kunnen, Jacqueline? Ja, ik denk meteen aan het woord zelfspot. Ik geef het bruidspaar toch altijd mee, zelfspot. Ja, neem je niet altijd zo serieus. Ga niet altijd, ik heb gelijk, luister naar de ander en dan lach een beetje om jezelf. Oké, wat is voor dit een issue op de grootste dag? Een issue? Ja, wat belangrijk leek. Wat leek tegen nu het belangrijkste voor zo'n broedspaar? Nou ja, ik zie twee verschillende dingen. Ik zie daadwerkelijk het sluiten van het huwelijk en ik zie een broelof. En soms moet ik inderdaad de vraag stellen, wat is het belangrijkste voor het broedspaar? En soms is dat dan toch echt de broelof, het feestje eromheen. Ja, dan werd hier allemaal weer ondergesneeuwd. Hè? Ja, met de voorbereiding enzovoort. Sandra, wie is dat voor dich? Voor mij voor het broedsparen. Ik denk wat ik het meeste truc huur is toch dat ze zeggen van dat we nu dezelfde naam dragen, de bezegeling van de liefde. Dat huur ze eigenlijk het meeste truc als ik vraag van wat is voor u het belangrijkste op deze dag. Of het spannendste. Dan zeggen ze meestal het jouwwoord en ja. Nou ja, de hier naam. Staat dus de huwelijksnacht. Helemaal niet zo is hè. De naam verandert helemaal niet. Hè. Nee. Gaan die in de vorige verkeer begrepen? Nou, dezelfde sport vond ik ook wel een hele goeie, want hier staat dus ook het mooiste moment op de broeloft. Het kan het feest zijn, het kan de voltrekking zelf zijn. Ze gaan een stapje verder door te zeggen van, is de huwelijksnacht dan de favoriet? Nou, ik denk dat de meeste broedsparen het liefst de enveloppen legen en meteen maar gaan tellen wat erin zit. Maar hier staat zo, ruim een kwart van de bruid en bruidegom kijken terug het mooiste op de ceremonie.
Het feestvolk op de tweede plaats. En 18% geeft dan aan hier het meeste van genoten te hebben. Dus ja, voor wat het waard is, hè? Het zinschrijver. Ik herken het. Ik herken het echt. Ja. Maar is het dan zo, Jacqueline, als ze zegt, ik herken het. Ja. Vind jij dan dat de officiële voltrekking door jou als trouwambtenaar, dat dat een beetje ondergesneeuwd lijkt te worden in het mooie sortiment wat Mandy hun kan bieden? Nee. Nee? Nee, ik denk dat het in het bewustzijn meegaat. Ja. Oké, dat snap ik. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij alle trouwleveranciers... Maar ik heb wel eens gehoord hè, dat een beetje, er zijn dan een beetje lijstjes van... Nou, je gaat zoeken naar een weddingplanner. Dan ga je kijken voor je jurk, dan de fotograaf, dan de locatie... Dan dit, dan dat. Ergens komt dan nog... Och ja, we moeten ook nog een officiële trouwambtenaar. Ja. Ja. Ja, en in mijn liefde staat dus het stukje trouwambtenaar locatie als eerste voorbereiding. Okay. En dat is wat ik ook zeker... Joh, er is een verschil tussen het huwelijk en de bruiloft. Maar ik merk dat ik zelf veel minder plezier wil uit de bruiloften die alleen maar om het feest reden, dan wordt dat werkelijk een huwelijk is geweest. Ja. Want die liefde die in een ceremonie gebeurt, de leedjes die door werden gekozen, dat moet gedurende de dag doorgetrokken werden. Heel goed. En het zendt ons helemaal door. Want dat is ook de essentie van zo'n hele dag, toch? Dan ga je het tenslotte. Ja. Ik zeg altijd tegen de bruidsvrouw, jullie dag begint met de ceremonie. Zorg dat die status in huis en de hele dag doorzit. Ja. Dat je over 10 jaar zegt van, oh, ik weet nog dat en dat. Ja. 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 Nou, even tot slot, want de klok staat op 0000. Eén woord ter afsluiting, Sandra. Help, één woord. Wat associeert ze met een huwelijk, één woord? Ja, dan toch de liefde. Oké. Okay. Manny? Verbinding. Jacqueline? Dan ga ik vullen aan puurheid. Geluk. Gelukkige verbinding. Maakt wat zij steeg ook verbinding? Verbinding. Gelukkige verbinding. Ja. Staat voor puurheid en liefde. Och, zo schoon kan ik het nooit van haar besluiten. En dan kan ik dus ook helemaal niks meer aan toevoegen. Ik dank u voor het kijken naar deze eerste uitzending van Bekijk het maar. En ik zie nu Gertruk voor een tweede uitzending. Wat het onderwerp gaat weer, geen idee, maar vast leuk nog een beer te kijken. Tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.